Nostradamus zie ik hier staan. Ja, en dan ook nog goed voorspellen. Ja, het is weer tijd voor de Nostradamus-competitie. We gaan de ene laatste week in. En Leon, drie van de heren hebben al via de app gereageerd met hun tussenstanden of eindstanden. Ja, ja. Ga je gang. Het spijt me jongens, ik denk dat het 1-1 gaat worden. Jij gaat 1-1. Ja, 1-1. En ik denk namelijk dat het bij VVV Roda ook 1-1 gaat worden. Ja. En ik hoop dat Sparta bij Feyenoord gaat verliezen. Ja, dan zou het ook genoeg zijn. Ja, dan zou het net genoeg zijn. Nou ja, dan... Ja, dan blijven we erin zonder hetzelfde winnen. Ja. 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 Nou, positivo Marcel, wat denk jij? Ik denk 2-1. 2-1. Ja. 2-1. Ja, dat denkt Mike ook. Dus we schrijven twee keer 2-1 op. Dus we gaan in ieder geval scoren, maar we krijgen ook tegendoelpunt. Ja, die nul houden we niet. Hè? Nee, dat, we krijgen altijd. Dat is traditie, hè? Ook met Trams. Die is zo goed, hè, die Trams. Ja. Dat is als een weg nou genoemd. Oh. Tramsingel. Ja, de Bertramsingel. Dat meidje Bertramsingel. Maar dat, Sander, wat schrijf ik voor jou op? Ja, ik ga NAC weer positief beïnvloeden. Ik heb het een aantal weken niet gedaan. Ja. Daardoor hebben we ook een aantal weken niet gewonnen. Ja. Ik zeg dat het 1-2 wordt. Oké. Okay. Ja, je staat wel bovenaan met 12 punten. Hè? Ja, nou ja. Dus, ik moet me opofferen weer. Ja. Iemand moet het doen. Iemand moet het doen. Ja. En het kan ook zomaar zijn dat als we inderdaad flink op ons donder krijgen, dat ik er weer een puntje aan overhoud. Dus dan mag het niet hopen. Maar het is wel zo. Maar de wedstrijd op zich... Heerenveen, wat denk je ervan? Heerenveen. Ja, die missen dus wel wat jongens, hè? Die missen die Udegaard. En die staan schaars, toch? Ja, schaars inderdaad. Ja. Dus die doet dus niet mee. Dus misschien is het wel een hele aderlating, hè? Maar die Udegaard, die doet al een hele poos niet meer mee, hè? Maar desondanks is Heerenveen, die verkeert wel in een bloedvorm, hoor. Ja. Die hebben al veel, deze tweede seizoenshelft hebben ze al echt ontzettend veel gewonnen. Die geven inderdaad niet veel weg. En die zijn volgens mij nog steeds in een hele serieuze race om een goede playoff spot te bemachtigen. Voor Europees voetbal wel te verstaan. Ze hebben Vitesse in het kielzog en PEC Zwolle kan hen ook nog voorbij. Ja. 46 punten hebben ze, Vitesse 45, PEC Zwolle 44 en ADO NAC 43. Dus die zitten elkaar echt in de nek te hijgen. Dus die zijn echt wel nog steeds gebrand op punten. Die gaan echt niet de touwtjes laten vieren, dat geloof ik dus echt niet. Dus we krijgen echt een hele taaie wedstrijd. Het wordt, ik denk, gewoon echt wel een clash. NAC wil, Heerenveen wil, wordt waarschijnlijk gewoon een mooie wedstrijd met een hoop kansen. Maar ik denk dat het, en ik hoop dat het dan minimaal op een remise eindigt. Het grote voordeel is dat Heerenveen wel al voetbal, hè? Ja. Die parkeert de bus niet. Ja, dat is heel anders dan een Roda of een Sparta. Die de boel op slot gooien en dat heel goed kunnen. En Heerenveen een beetje een typetje Heracles is, wat gewoon lekker wel wil voetballen. En met de nodige risico's. En dan kun je een open wedstrijd zien. Daar zijn we wel beter in, dat zou zeggen. Ja, dat ligt ons veel beter. Ja. Wat WW in zijn column op de rat van de week ook zei. Hier kan het advendo van NAC misschien wel een beter podium krijgen. Ja. 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 Klopt. Dus we moeten ook eens gaan kijken naar die andere wedstrijden. Ik zei het net al, VVV Roda. Dat is ook een hele belangrijke wedstrijd. Dat doet Ralf Seuntjes mee. Onze Haagse beemdeboy. Onze Haagse beemdeboy. Die is kei Bredaner. En dan wil hij die wedstrijd ook eens eventjes laten zien. Hij staat voor Breda al wat op het spel. Daar weet hij dus heel erg van bewust. Hij vorige week naar die wedstrijd tegen Ajax. Hij wil nog iets voor zijn stad doen. Nou ja, laat er hem een paar inschieten. Maar een paar onmogelijke ballen. Ja, inderdaad. Want we hopen dat ze zich bewust van zijn. Sparta denk ik dat ze daar in... Ja, Feyenoord heeft natuurlijk beker gewonnen, hè? Heeft Sparta daardoor iets meer kansen in de Kuip? In de Kuip? Ja. Want die staan ook onder met 3 punten achter NAC, hè? Dus, kijk naar PSV, dus, zo'n grote concurrent als Roda. PSV Roda was ook een wedstrijd na het kampioenschap, na het feest. Alhoewel het nu wat langer geleden is natuurlijk, ze hebben meer rusttijd. Volgende week. Ja. Mooi, heren. We moeten afsluiten. Ja. Nou. Ja. Ik zou zeggen, succes allemaal. Ja. En dan bedoel ik zowel jullie als alle luisteraars hier van NAC Praat. En we gaan er het beste van hopen. Ja, hoop ik ook. Neem klein geld mee. Neem klein geld mee. Ja, gaan we zeker doen. Tot volgende week. Hallo. Hallo. Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie.